We zijn in de opvaart in Parijs. En we komen zo bij het Île de la Cité. Dan kunnen we twee kanten langs. Bakboord en een stuurboord. Het stroomt vrij hard. Dus ik weet nog niet helemaal zeker wat we gaan doen. Vandaar dat ik deze opening neem. Dan kan ik nog even kiezen. Maar het loopt nog vrij aardig. Dus ik denk dat we toch maar via de Prat de la Monnaie gaan aan stuurboord. Ik laat de vaart door de Prat de la Monnaie bijna helemaal zien. Dus de moeite waard. Het duurt maar een kwartiertje of zo. Ongeveer op deze plek heeft lange tijd een sluis gelegen. Dus, begin vorige eeuw weggehaald. Ik vaar het graag via de Prat de la Monnaie. Ik zat een erg leuk stukje. Het leukste stukje van de hele vaart door Parijs. Dit is de Pont Neuf. Dan moet je een beetje schuin aanvaren. De pijlers staan niet helemaal recht ten opzichte van het vaarwater. Zodra je hier doorheen bent, moet je een hele draai naar stuurboord gaan maken. Om je goed op te lijnen voor de Pont Saint-Michel, de volgende. En soms doe ik dat al in de brug, door deze keer ook. Dit is echt het alleroudste stukje van Parijs. Het is op het eiland hier aan bakboord begonnen, het Île de la Cité. En er zijn nog plaatjes van de volgende brug, de Pont Saint-Michel, uit de 16e eeuw. Zo zag het er in 1859 uit. Recht vooruit heb je de Place Saint-Michel. Daar natuurlijk de Boulevard Saint-Michel. En helemaal gewoon hier aan stuurboord het Quartier Latin. Ik kom dan voor Combien de 4 mètres 50. 4 mètres 50.
En daar aan bakboord komt ik langzaam aan de gehavende Notre Dame in beeld. Tot nu toe liep weer een kilometer of 7, maar dat valt nu snel terug. Het stroomt nog redelijk hard. Dus we gaan nu een stuk harder draaien. En het wordt daar verderop ook een stuk spannender, dus dat zullen we wel even nodig hebben. Via de microfoon hoor je een beetje dat er achter ons een duwbootje met een lege duwbak vaart. En het is voor hem de eerste keer dat hij opvarend door de stad vaart. Dus die overlegt heel veel met andere schepen. De snelheid echt aardig terug. We lopen nu nog 3. En we worden nu ook een beetje naar stuurboord weggezet. Je ziet dat het langzaamaan breder wordt. Het begint langzaamaan de snelheid op te bouwen. We zitten nu aan 4. 4,5.
We hadden natuurlijk ook gewoon via de Altena kunnen gaan, via de andere kant van het eiland. Maar nadat we eerst even moeten wachten, de tweede vind ik iets veel leuker. Het beeld maakt even een sprongetje, maar het komt omdat onze camera maar 10 minuten achter elkaar kan opnemen, dus ik moest er even opnieuw opstarten. Aan het stuurboord voor dat witte schip zien we een spits liggen, dat is de Daphne. En 30 jaar geleden in Reims zijn we er ooit aan boord geweest, die doen exposities en dat soort dingen. Ik heb het niet eens hier gezien. Het was ons zoon Sean,